Twee weken geleden moest de raadsvergadering erover worden afgebroken. Vanavond wordt in Purmerend opnieuw gepraat over de komst van een asielzoekerscentrum. En in Purmerend is verslaggever Pepijn Kroonen. De gemeente Purmerend gaat in dit popcentrum opnieuw proberen om alle zorgen van hun inwoners aan te horen over de mogelijke komst van het asielzoekerscentrum. Twee weken geleden ontruimde de burgemeester de raadzaal omdat hij het er te druk vond en omdat hij vond dat het debat te verhit was. Nou, in deze zaal kunnen 400 mensen en wij zien dat die bijna helemaal vol is, dus de opkomst is groot. Wij lopen vandaag al de hele dag rond in Purmerend en zien dat Purmerend verdeeld is over dit vraagstuk en dat veel mensen het ook moeilijk vinden om hun mening te geven over dit gevoelige onderwerp. Op tv zeggen hoe ze heet, wil deze inwoner van Purmerend niet. Want als je toegeeft dat je niet blij bent met de komst van asielzoekers, zeggen mensen al snel... Dat je een racist bent. Ja, dat ben ik echt niet hoor, een racist. Nee. Maar op Facebook leest ze verhalen over wat er gebeurt rondom asielzoekerscentra. Noem de gekste dingen maar op, winkels die geplunderd worden. Dat zijn gewoon heel erge dingen. Of die verhalen nu kloppen of niet, ze is wel bang dat haar stad verandert door de komst van honderden asielzoekers. Kunnen onze kinderen straks nog veilig op straat lopen? Loop ik nog veilig op straat? Ik ben ook natuurlijk een vrouw. Deze Purmerender, student geschiedenis Daniel Mulders, vindt dat vluchtelingen wel welkom zijn in ons land. Maar ook hij krijgt het soms te verduren als hij voor zijn mening uitkomt. Ik ben een landverrader. Ik ben een moslimvriendje. Ik verraad mijn eigen ouders. Ik verkracht mijn samenleving. Allemaal dat soort dingen. Hij vindt het jammer dat deze niet-Purmerender zich vandaag in de stad meldt. Hij kondigt een meldpunt aan voor iedereen die overlast ondervindt van asielzoekers. En ja, al die klachten van mensen die ga ik persoonlijk aan de minister-president brengen, zodat hij ziet niet wat er in het torentje gebeurt, maar wat er hier in Purmerend en in Nederland gebeurt bij deze mensen waarvoor wij het doen. In tenminste 40 gemeenten in Nederland is de laatste tijd protest tegen de komst van vluchtelingen. De reden van die protesten is vaak angst voor het onbekende, denkt Daniel. Roosevelt, de president van Amerika, heeft ooit gezegd... de enige angst die een mens zou moeten hebben is de angst voor de angst zelf. En dat bedoel ik met ook de onderbuikgevoelens. De onderbuikgevoelens worden gevoed door angst voor iets wat ze niet kennen. Maar er zijn ook demonstraties om vluchtelingen welkom te heten. Zo liet ook Purmerend vanmorgen haar andere gezicht zien. Is er vrede in Irak? Mag je dansen in Oman? Sommige mensen reageren boos op zo'n welkomstdemonstratie. Bij mij is het twee keer ingebroken, maar er waren het altijd buitenlanders. Wederzijds begrip en wederzijds compassie, die mist gewoon in dit hele debat. De twee gezichten van Purmerend, ze zullen er samen uit moeten komen.